wie Martin toonde, hebben die nieuwe kansen met beide handen aangegrepen. En ze kregen daarbij ook nog eens steun van de nazi's. De filmdeskundigen Egbert Barten en Mette Peters doken in de archieven en brachten de animatiefilms uit de oorlog weer boven water. Uniek materiaal dat morgen voor het eerst te zien zal zijn in het Filmmuseum in Amsterdam. Verslaggever Rudy Bauma kreeg een voorproefje. Dit is Van den Vos Reinaarde, een antisemitische tekenfilm gemaakt in Den Haag tussen 1941 en 1943. Een van de eerste Nederlandse tekenfilms in kleur en getekend in een echte spetterende Disney-stijl. Je ziet in deze film hoe een neushoorn het dierenrijk bedreigt. En een neushoorn in een Europees bos is natuurlijk toch wel bijzonder. En als je dan ook nog ziet dat hij een kaftan aan heeft en een Joods keppeltje op. En in één shot zelfs een soort gele vlek op zijn revers. En dan kun je toch wel zeggen dat deze film behoorlijk antisemitisch is. Op een schone morgen nadert een grote vloot Nederlands kust. Ook deze film is Duitse propaganda en moet de Nederlandse bevolking waarschuwen tegen de geallieerde invasie. De Tommies gaan aan wal en brengen sigaretten, thee en koffie mee. Zou het Tweede Front werkelijk zo'n verblijvend feit zijn? Of zou het veel eer dit beeld te zien geven? En ze schieten dan heus niet met krentenbollen. De nazi's subsidieerden ook luchtig vermaak. Maar de makers van amusementsfilms waren allesbehalve vrij in hun werk. Zo ontkwam deze onschuldig aandoende tekenfilm met Tel Uilenspiegel in de hoofdrol niet aan de onverbiddelijke censuur van de door de NSB'ers geleide filmkeuring. Tot ziens! Men maakte bezwaar tegen de manier waarop Tel Uilenspiegel, wat natuurlijk een volksheld was, ook in die tijd, belachelijk gemaakt werd. En men zei eigenlijk van ja, dit kunnen we niet op deze manier. Hè. Waardevol Germaans cultureel erfgoed wordt te grabbel gegooid. En toen werd de film verboden. Nou ja, verboden in die zin dat alle relatie met alle links met de legende van Tel Uilenspiegel uit de film verwijderd moesten worden. Vandaar dat Tel uit de titel verdween en uit de tussentitels en de film dus De Nacht en de Kleermakers ging heten. We zijn in Den Haag aan het Smitswater, waar Nederland Film tijdens de oorlog zat en waar foute animatiefilms gemaakt werden. Zaak voor het Italiaanse design is, was tijdens de oorlog een tekenfilmstudio. Er is hier gewerkt aan Van den Vos Reinaarde en nadat hij klaar was aan Duitse films als Der Schneeman en Das Gespenst. Onderzoekers Barten en Peters vonden dit fragment van Das Gespenst, het spook, in de kruipruimte van een woonhuis. Tijdens hun speurtocht naar de verloren films kwam veel oud materiaal boven water. We hebben bijvoorbeeld ook allerlei werkmateriaal teruggevonden. Bijvoorbeeld dit soort vellen celluloid, waarop tekenfilms gemaakt worden en beschilderd worden. En als je nagaat dat in 1 seconde film 24 beeldjes gaan en voor elke bewegingsfase een aparte cel moet maken, kan je wel nagaan dat dat ontzettend arbeidsintensief is. Jozef Goebbels, de propagandaminister in Berlijn, verklaarde de filmindustrie in Duitsland, maar ook in de bezette gebieden, kriegswichtig. En dat betekende dus dat iedereen die films maakte, die hoefde niet naar Duitsland voor de arbeidseinsatz. Die was eigenlijk onaantastbaar. De Nederlandse animatiefilmproductie na 1945 heeft een ontzettende impuls gehad, denk ik, door de productie die in de oorlog
in gang is gezet. Ik denk dat je kunt zeggen dat de productie van animatiefilms in Nederland als gevolg van de oorlog, of eigenlijk in die oorlog, de kinderschoenen ontgroeit. Dit is Larivari's Moonvaart, oftewel Jan Klaassen's Reis naar de Maan. Een film die in 1943 gemaakt is bij Joop Geesings Filmproductie. Een bedrijf wat in Amsterdam gevestigd was in die tijd. Joop Geesink is de man die later Loekie de Leeuw zou maken. Het was in die beginjaren van de Tweede Wereldoorlog dat hij in contact kwam met een andere beginnende animator, Martin Toner. In 1942 gingen Joop Geesink en Martin Toner samenwerken. Zij begonnen met hun werk aan de Vijzelstraat, in de huiskamer van Joop Geesink. Maar ze waren al samen met heel veel mensen en betrokken toen in hun twee nieuwe panden hier aan de Nieuwe Zuid-Voorburgwal. Joop Geesink ging na dat jaar weer naar een ander pand, omdat ze zo groot waren geworden dat ze weer ruimtegebrek hadden. Martin Toner bleef hier werken met de tekenfilmafdeling. Dit melodietje hoort bij Tom Poes. Tijdens de oorlog had Tom Poes nog geen gezelschap van Olie B. Bommel. Overigens maakte Toonder, om alle schijn van collaboratie te ontkennen, in 1946 ook een anti-Duitse versie van deze film. Zeker ook Martin Toonder en Joop Geesink hebben bijvoorbeeld in opdracht van Duitse filmbedrijven films gemaakt. En zagen kans om tijdens de oorlog dus behoorlijk wat te experimenteren. En zodoende ook dat ze na de oorlog allebei met een bedrijf verder gingen. En tot op de dag van vandaag bestaan die bedrijven ook nog. Hebben Joop Geesink en Martin Toner geprofiteerd van de oorlog? Ja, ik denk het wel. Maar goed, ja, kijk, mensen die ambitieus zijn en die dingen willen, die grijpen hun kansen als ze er zijn. En die kansen waren er in de oorlog, ja. De zuivering na de oorlog is voor Toonder en Geesink niet zonder gevolgen gebleven. Geesink mocht 6 maanden niet actief zijn in de filmindustrie en voor Toonder was dat 9 maanden. Maar hij vocht die beslissing aan en met succes. Over de animatiefilms uit de oorlog verschijnt trouwens ook een boek. Meestal in het verborgene heet dat boek. Dat was voor vandaag. Morgenmiddag Buitenhof, daarin praat Rob Trip met AIX-voorzitter Muller over de rol van de beurs bij het Nina Brink-drama. Verder staatssecretaris Hans Hogervorst over zijn WHO-plannen. En een debat over de nog altijd moeilijke situatie in Kosovo. Morgenmiddag, 12 uur, Buitenhof, dit net. En maandagavond, een nieuwe Nova. Goedenavond.